De Henriette Roland Holslaan wordt grootschalig opnieuw ingericht. Dus de manier waarop de Henriette Roland Holslaan vanaf hier, vanaf de Schoolstraat tot en met de Nijrin Single op dit moment is ingericht, dat gaat veranderen. De kruispunten worden aangepakt die erin zitten met de Rembrandtlaan, maar ook met de Frederik van Edenstraat. Dat worden twee ovale rotondes. En we gaan de weg zo inrichten dat de doorstroming van het verkeer een stuk soepeler gaat en men niet elke keer voor de stoplichten hoeft te wachten. En wordt het dan helemaal afgesloten? Nee, we gaan gebruik maken van de busbaan die daar nog loopt om het verkeer er langs heen te leiden. Uiteraard gaat het wel enige hinder opleveren. Maar we proberen die voor de inwoners en voor de bedrijven, ondernemers, zo beperkt mogelijk te houden. Uiteraard is er hinder de komende 4-5 maanden, hè, want de klus moet in maart 2022 voltooid zijn. Maar we proberen dat zo beperkt mogelijk te houden. Nu, Almelo kent een hele mooie ringstructuur rondom de stad. Hè, dus je kunt al eerder afslaan de Nijrin Single op of de Wezenbeek Single. Dus dat hebben we gewoon goed voor elkaar. Daar is menig stad ook jaloers op dat wij een single rondom ons centrum hebben liggen. En die moeten we goed bereikbaar houden. Inclusief de Henriette Roland Holstraat, Laan. De toegangspoort naar onze stad, onze binnenstad in en onze binnenstad weer uit. Ja, die moet toekomstbestendig gemaakt worden en dat betekent dus, dit is een grootschalige ingreep die nu plaats gaat vinden. En dat laat ook weer zien, want je haalde net ook de Aaldering Single aan en dat stukje waar nu bij de Wierdense Straat aan gewerkt wordt. Maar het laat zien dat het college enorm investeert in onze infrastructuur om die weer op orde te brengen en toekomstproef te maken. De werkzaamheden starten hier aanstaande maandag 13 september. Dan gaat het gebeuren en dan duren de werkzaamheden zo 4 à 5 maanden.